Beste Dordtenaren, ik sta hier vandaag op het podium van Schouwburg Kunstmin. Normaal gesproken is deze zaal traditiegetrouw tijdens de jaarlijkse lintjesregen gevuld met familie en vrienden van mensen die een koninklijke onderscheiding ontvangen. Het is altijd een geweldig feest waarbij de gedecoreerden een hoofdrol vervullen en letterlijk in de schijnwerper staan. Ze staan in het oranje zonnetje. Helaas vandaag geen feestelijke lintjesregen, maar een lege zaal vanwege de coronacrisis. Maar ik heb vandaag gelukkig wel 11 mensen heel blij kunnen maken met een koninklijke onderscheiding. Ik heb ze zojuist gebeld en verteld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot lid, ridder en zelfs officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het waren enorm leuke gesprekken. Sommigen waren ontroerd, een ander reageerde enorm blij, maar ze waren allemaal verrast. Het is ook niet niks, maar ze hebben het allemaal dik verdiend. Ik noem nu even kort de namen van de gedecoreerden en vertel ook in het kort waarom ze de onderscheiding krijgen. Ik kan helaas niet alle verdiensten noemen, want daar hebben we een film van een paar uur voor nodig. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen. De heer R.J. Brouwer wordt lid onder andere vanwege zijn vrijwilligerswerk bij de watersport en bij de ANWB. De heer C.A. de Keizer voor zijn inzet bij de gereformeerde kerk. Mevrouw L.E. van Mare Boulogne wordt lid vanwege haar taken voor muziekvereniging Jubal. De heer J. Naaktgeboren wordt lid voor haar vrijwillige inzet sinds 1964 bij de protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Mevrouw C. Reumer-Hurkmans wordt lid vanwege haar bijdrage aan de bekendheid van onze mooie stad. Mevrouw M.H.W.J. Rovers-Snelders vanwege haar vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem en Zorgcentrum Dubbelmonde. De heer A.C. Seurensen wordt lid vanwege zijn inzet voor de Nederlandse Rolschaatsbond en carnavalsvereniging de Merwekrabbers. En de heer T.D. Vis wordt lid vanwege zijn werk voor de Kerkenraad en het G-hockey. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is een al wat hogere graad, die bijvoorbeeld vaak wordt uitgereikt aan Olympische sporters met bijzondere resultaten. De heer ingenieur A.J. Terra wordt benoemd tot ridder vanwege al zijn vrijwillige activiteiten van internationaal jongerenwerk tot scouting. En van duurzame landbouw en energie in Kameroen tot medeoprichter van de stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug. En de heer W.M. van Wijk heeft 30 boeken geschreven over de Biesbos en vraagt op landelijk niveau aandacht voor de Biesbos en waterhuiskundige ingrepen. Hij is tevens voorzitter geweest van de Fietsersbond. Dan tot slot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot officier in deze orde, spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke activiteiten op internationaal niveau een rol. Mevrouw Dr. M.C.P. Slieker ten Hoven wordt benoemd tot officier vanwege haar belangrijke bijdrage aan het voorkomen van bekkenproblematiek bij vrouwen. Ze heeft hbo-opleidingen voor bekkenfysiotherapie opgezet en is vrijwilliger binnen haar vakgebied. Ik wil ze allemaal van harte feliciteren en heel hartelijk danken voor de inzet voor onze samenleving. De gedecoreerden weten nu dat ze koninklijk gedecoreerd zullen worden, maar het persoonlijk toespreken en het feitelijk opspelden van de koninklijke onderscheiding gebeurt later dit jaar, op een datum die landelijk wordt bepaald. Beste mensen, helaas vieren we Koningsdag dit jaar vanwege de coronacrisis op een andere manier. De verjaardag van de koning maandag is een dag waar veel Nederlanders ieder jaar weer naar uitkijken. Maar helaas zijn alle activiteiten afgelast. En ook in deze periode, deze nare periode, is het belangrijk om met elkaar verbonden te blijven. Koningsdag is daar een geschikt moment voor. Oké, we blijven vooral binnen. Maar kijk ook op de website www.koningsdagthuis.nl. Daar vind je allerlei leuke ideeën om thuis Koningsdag te kunnen vieren. Zo blijven we, al is het digitaal, toch goed met elkaar verbonden. Ik wens iedereen een fijne Koningsdag.